ben eigenlijk er een beetje ingerold. Mijn moeder is 20 jaar geleden met een heel klein dierenwinkeltje begonnen. Natuurlijk zijn ze dan ook geïnteresseerd erin. Ik zelf ben ook een verenigde dierenliefhebster. En een viertal jaar geleden ben ik dan door familiale omstandigheden hier in de zaak gerold. En het is gewoon heel plezant, omdat de mensen die hier komen zijn eigenlijk echte dierenliefhebbers. Oftewel is het voor konijnen en cavia's, oftewel over honden of naar vissen toe. En dat is altijd heel plezant om met die mensen te communiceren. Het zijn altijd zeer aangename, ook vrij vaak persoonlijke gesprekken. En dat maakt het heel plezant. We hebben een zeer beperkt aanbod aan caviatjes en konijnen, maar waar we eigenlijk in gespecialiseerd zijn, zijn vissen. Zowel de koudwatervisjes als warmwatervissen en ook een klein assortiment zeewatervissen. Maar we hebben ook een buitenafdeling naar vijvers toe, waar er zeevissen zitten. Maar momenteel ja, is het winter en hebben we een beperkt aanbod daarin. Eigenlijk op de winkel zelf hier, want wij komen van een zeer klein winkeltje, ongeveer 200 vierkante meter. En we zijn ondertussen hier toch wel vervijfvoudigd, waardoor we een zeer uitgebreid assortiment hebben, een grote gamma. Het is ook veel aangenamer voor de mensen, dus dat is wel heel fijn. Ik denk dat wij ons onderscheiden door ons zeer groot aanbod van vissen. Ook wij specialiseren ons naar aquariums, dus wij verkopen heel veel aquariums op maat. Ook onze adviesverlening en onze klantgerichtheid is voor ons heel belangrijk. En ik denk ook dat we daar een zeer groot onderscheid maken naar allerlei buurtwinkels. Heel duidelijk hier is dat we nog kunnen structureren. Het is voor de klant ook heel belangrijk als er de productgroepen zeer duidelijk gepositioneerd staan en er een goede flow is in de winkel. En dat is wel nog iets waar we een beetje naartoe moeten werken. Ik denk dat prijs toch wel een heel grote rol daar nog in speelt. Mensen vergelijken nogal graag. Zeker met de opkomst van het internet is dat niet echt gemakkelijk. Mensen gaan zich daar gaan informeren, zien dan ook een prijs komen dan in de winkel. Dat maakt het toch wel heel moeilijk. En ik weet ook niet hoe dat gaat evolueren naar de toekomst toe. Wij doen eigenlijk elke vrijdag een lunch samen. We zitten dus samen en we praten de dingen die ofwel nodig zijn, die moeten besproken worden. Of bijvoorbeeld als er een voorvalletje was met een bepaalde klant of een bepaald issue, dan wordt dat ook een keer besproken, zodat iedereen eigenlijk hetzelfde vertelt bij als dat de volgende keer gebeurt. En dat ook, het is heel belangrijk voor mij dat iedereen die hier werkt hetzelfde zeel trekt. Want dat maakt u ook meer als team veel hechter en ook naar de klant toe kom je veel sterker over. Dag, joh. Moeilijke vraag. Ik zie mijn leveranciers wel investeren, maar met het internet dat er is, heb ik geen flauw idee wat dat eigenlijk met de sector zelf zal doen. Mensen gaan wel dieren blijven hebben en de aquariums gaan er ook wel blijven zijn, maar het internet zal een heel belangrijke rol daarin spelen. Dus, maar hoe dat het zal evolueren, dat is wel heel moeilijk te zeggen. Ik ga geen glazen bol. Ik denk dat het heel belangrijk is dat ze zich blijven specialiseren en dat die klantgerichtheid en die adviesverlening effectief wel aanwezig moet zijn. En zo kunnen we blijven het verschil maken.